Nou, wat ik voor ogen had toen we begonnen met Harnals Zomerjurk, en dat is natuurlijk al heel wat jaren geleden, is eigenlijk dat echt goede zorg ontstaat in de interactie tussen de cliënt en de medewerker. Dus die ontstaat niet in beleidsplannen en boeken. En ik zag daar ook heel wat ruimte voor verbetering uit ervaring. En wat mij toen fantastisch leek, is dat we een experiment mochten doen, waarin we zowel de cliënt als de medewerker de kans gaven om echt te laten zien, de cliënt dan echt te laten zien wat zijn echte behoefte was, en de medewerker om echt te laten zien wat zijn echte talenten waren. En naar ons idee zou dan zowel de kwaliteit van zorg beter worden als ook het plezier in het werk voor de medewerkers. En dat is heel belangrijk, want we zagen toen al aankomen, ook 5 jaar geleden, dat het arbeidsmarktprobleem voor de zorg heel groot zou worden. Dus door die aanpak te kiezen om van binnenuit in het hart van de zorg aan het werk te gaan, hadden wij het idee dat van daaruit ook de verbetering zou kunnen ontstaan. Op de eerste plaats wilden we ruimte creëren. Ruimte tussen de cliënt en de medewerker. Zodat in die ruimte de interactie zou kunnen ontstaan. De cliënt werd gevraagd, neem de ruimte om je echte wensen en behoeften kenbaar te maken. En de medewerker werd gevraagd om in dialoog met de cliënt te gaan. En heel erg goed, als het ware, af te tunen op die individuele cliënt. We weten dat de echte behoeften van mensen eigenlijk niet eens zo makkelijk geuit worden in de vorm van een vraag. Dus het was best spannend om te zien wat zou er gebeuren als wij die ruimte zouden creëren. Het was natuurlijk heel spannend om te zien wat zou er gebeuren. Want ja, ruimte geven om vervolgens jezelf te kunnen zijn, want daar komt het eigenlijk op neer, dat klinkt zo eenvoudig. Helemaal niet helemaal bestormend. Maar feitelijk blijkt het dus toch heel erg moeilijk, omdat het kennelijk in de manieren van werken in de zorg helemaal verloren is gegaan en helemaal niet zo makkelijk weer op te rapen is. Dus in het experiment duurde het heel erg lang voordat er feitelijk iets gebeurde. En dat was het bijzondere. Ook wij als van het project zaten toch een beetje met onze handen in het haar. Wat is er nou eigenlijk aan de hand? En wat bleek, dat die ruimte die mensen krijgen, dat ze die pas echt kunnen gaan benutten, zodra ze ook weten waar de grenzen zijn daarvan. En dat is iets wat eigenlijk, we hebben later genoemd de paradox van de zomerjurk. Omdat het dus eigenlijk gaat om ruimte krijgen binnen heel erg helder geformuleerde grenzen. Dus zodra mensen weten waar ze aan toe zijn, dan pas kunnen ze ook de ruimte benutten die er is voor hen. Harnals Zomerjurk draait in essentie natuurlijk om goede zorg voor de cliënt en werkplezier voor de medewerker. En goede zorg is iets wat eigenlijk ontstaat in de relatie tussen twee mensen, tussen de cliënt en de medewerker. En goede zorg die ontstaat, die wordt alsmaar beter naarmate die cliënt en die medewerker beter op elkaar afstemmen. Naarmate die cliënt beter kan aangeven wat echt nodig is en de medewerker beter begrip heeft voor die cliënt. En ik heb het idee dat echt goede zorg ook vaak erg onder druk kan komen staan door een te grote dominantie van efficiëntie en doelmatigheid. En zo kan het gebeuren dat hele goede verzorgenden sommige handelingen fantastisch en goed uitvoeren, heel efficiënt en doelmatig, terwijl als zij goed hadden afgestemd op die cliënt, ze erachter waren gekomen, dat die handeling bijvoorbeeld overbodig is en dat het helemaal niet het goede is om te doen. Dus de kunst bij goede zorg is om te doen wat nodig is. En niet om efficiënt te doen als doelstelling op zich. Ik kan een klein voorbeeld geven. In een van de huizen hier waar ik nu werk in Zeeland is een oude vroedvrouw cliënt. Die woont daar. En het punt was, er was altijd een heel gevecht 's avonds met die dame als ze naar bed ging. Want die stribbelde enorm tegen om haar kleren uit te doen. Wat bleek nu? Zij was als vroedvrouw altijd gewend om naar bed te gaan met haar kleren aan, omdat ze elk moment gebeld zou kunnen worden om bij een bevalling aanwezig te moeten zijn.
Nou, dit vind ik nou zo'n voorbeeld waarbij het dus heel makkelijk is om goede zorg te geven als je weet wie iemand is, hoe die geleefd heeft en je dus heel goed snapt waarom die dame niet in haar demente zijn de kleren uit wil doen 's avonds. Nou, ik kan nog een voorbeeld noemen, hier ook weer uit Zeeland, van een Zeeuwse boer die iedere avond voordat hij naar bed ging volgens de verpleging struikelde bij het naar bed gaan. Maar wat bleek, hij viel op zijn knieën, want hij was heel zijn leven gewend om 's avonds te bidden voordat hij naar bed ging. Nou, dat zijn van die kleine voorbeelden, maar die geven voor mij heel goed aan dat je de handelingen fantastisch kan doen en dat het toch geen goede zorg is, terwijl je veel minder handelingen hoeft te doen op het moment dat je weet hoe iemand in elkaar zit. Bij Harnas Zomerjurk is het zo dat uiteindelijk na een wat trage start dat medewerkers en cliënten uiteindelijk heel makkelijk hun rol vinden. Want het is een rol die bij hen zelf als persoon past. Veel moeilijker ligt dat uiteindelijk bij het management. Want het management zal daadwerkelijk een andere manier van van leiding geven moeten gaan zich eigen maken. En het ligt dus minder in de natuur van de manager dan de manier die van oudsher wat van hen gevraagd wordt. En ook opleidingen zijn toch nog wat meer op de oude manier van leidinggeven gericht. Dat hebben we in het project ook heel duidelijk gemerkt. En er komt straks, weet ik, vandaag ook nog wel aandacht voor. En daar wordt ook een mooi voorbeeld zichtbaar, denk ik. En als je nou vraagt wat uiteindelijk het echte kernbegrip van Harnas Zomerjurk is, na het project, na de ervaring, na ook de eigen ervaring van mijzelf, dan is dat eigenlijk maar één woord en dat is verbinding. En de verbinding met jezelf, verbinding vooral ook met de cliënt, dat die continu in beeld is, bij jou ook als bestuurder. En het zorgen dat alle partijen, alle elementen die te maken hebben met het leven van de cliënt, zijn omgeving, zijn familie, de buurt waar die vandaan komt, dat daar alle mogelijke verbindingen gelegd worden. Maar het begint met de verbinding met jezelf, want van daaruit kan je ook de nabijheid zoeken van de cliënt. Dat geldt voor de medewerker op de werkvloer, geldt voor de manager, geldt zeker ook voor de bestuurder.